Tim Nelemans, vandaag dubbel feest denk ik. Ja, het is dubbel feest. We zijn vorige zaterdag bestonden we 100 jaar en vandaag zeg maar de eerste thuiswedstrijd. En 2-0 heb ik in de 0 gehouden, dat is al feest voor ons. En nou de punten hier ook nog gehouden, ze zijn van de laatste plaats af, neem ik aan. Dus dubbel feest. Ja, het kan niet op. En om dat nog even luister bij te zetten, ben jij ook nog eigenlijk verantwoordelijk voor de tweede doelpunt? Ja, die ene valt met een beetje geluk op de lat en volgens mij zit Kantelberg in de rebound hem binnen. En die tweede goal die schiet ik binnen in de rebound. Ja, je hebt het over die eerste die raak je verkeerd, maar als hij erin gaat dan is het een soort Bergkamp goal. Dat is wel een beetje geluk, maar je probeert hem in één keer te pakken en hij zit er bijna in. En hoe belangrijk is het dat jullie vandaag van die laatste plaats afkomen, ongeacht of het feest is of niet? Ik denk sowieso dat we ons op deze manier goed, dat we ons goed verkopen naar het publiek toe. Er zat het ook denk ik 1500 man meer dan normaal. Dus ik denk dat dat super belangrijk is. En het is sowieso belangrijk om van de laatste plaats af te zijn. Dus dan doen we gewoon 2-1. Ja, merk je, ben je daar van spelen ook bewust van dat er nu eigenlijk wel gewoon een soort degradatiestrijd is in de Jupiler League? Ik denk dat wij daar nog te weinig het besef van hebben. We hebben er wel deze week over, we hebben er wel over gesproken. Dat we wel met z'n allen echt het besef moeten hebben. Want voor je het weet is het te laat en lig je eruit. Dus daarom zijn deze punten extra welkom. Dus een biertje zelf verdient straks? Twee ook wel.